En dit is de recreatieruimte voor de gedetineerden die met z'n achten op een cel zaten. Want daar kregen ze een soort van compensatie voor. Dat gebrek aan privacy. Ja, dus ze kregen aardig wat recreaties. Soms 2 uur achter elkaar. En dat gaf ze ook de gelegenheid om uitgebreid te koken. Was voor hun ook heel belangrijk. En om inderdaad lekker te ontspannen. Even de zorgen en de druk loslaten. Potje poelen. Tafeltennissen. Daarachter staan nog een aantal tafels. Er was een grote tv waar ze lekker in luie bank omheen konden zitten. Dus ze konden hier in elk geval een beetje hun energie kwijt. Ja, en als we dan gaan kijken hier, die muren zien er prachtig uit. En dat is ook nog volgens mij best recent gedaan, hè? Dat is nog niet zo heel lang geleden gedaan. Ik denk ongeveer 1 jaar of 1,5 geleden. Toen kwamen we erachter dat een gedetineerde, ja, die eigenlijk zat allemaal niet zo goed in zijn vel. En toen ontdekten we dus dat hij dus een talent voor tekenen had. En daar hebben we hem eigenlijk een beetje de vrije hand in gegeven. Hij mocht een aantal schetsen maken. De directie keurde dat goed. En hij ging aan de gang. En hij is maanden bezig geweest op alle groepsunits. En dan komt hij dus had voordat hij hier kwam nog nooit met graffiti of wat dan ook iets gedaan? Nee, nog nooit. Dus wat dat betreft is het natuurlijk wel prachtig om te zien dat mensen dan toch een talent hebben en dat kunnen benutten. En dan is het leuk dat ze hier in de gevangenis gewoon die kans krijgen. Dus wat gaaf. En dan gaat zo'n gedetineerde weg en dan weet je niet wat er van wordt en van dat talent. Ja, dat vragen we ons dan wel eens af natuurlijk. Ja, soms hoor je wat, hè, sturen mensen wel eens een brief van hoe het nu verder gaat. Maar meestal hoor je daar niks meer van. Ze gaan terug naar België en ja, dan weten wij het niet meer.